Maar gingen niet door. De hele boel zat dicht. Heb jij de klerk toen opgebeld? Ik heb de klerk tientallen malen benaderd en kreeg altijd keurig en help mij, want wat is er aan de hand, wat is er aan de hand? En dat wist ik dus niet, wat er weer gebeurd was, maar het was vanuit Nederland gedaan. Wat was het antwoord van de klerk? We zullen doen wat we kunnen, we zullen doen wat we kunnen, we zullen doen. Op de dag voordat ik uit Zuid-Afrika werd gegooid, op 2 augustus 1992, kreeg ik een telegram van de staatspresident, ik kan niks voor u doen. De staatspresident, dat was de klerk? De klerk, ja. Dat telegram heb ik. Jij merkte dat alle deuren gesloten waren? Ja, en er was ingebroken tijdens mijn afwezigheid in mijn flat om apparatuur, afluisterapparatuur. Ik was dus, ik was op weg. Ze zochten naar een reden om mij het land uit te kunnen gooien. Hoe wist je dat van die afluisterapparatuur? Nou, als ze dus al mijn ijzeren hekken, want ik had een heel speciaal afgeschermd voor mijn dagboeken flat. En terwijl ik in Nederland was, zijn die toch opengebroken. En de mensen die dat weer kwamen herstellen, die zeiden, dit hebben we nog nooit eerder gezien. Dit is maar één organisatie in Zuid-Afrika die dit openbreekt. En er miste absoluut niets in mijn huis. Maar dan ook absoluut helemaal niets. Maar ja, zoek maar eens de afluisterapparatuur. Ik weet niet waar dat zit. Waar was die dan? Natuurlijk was die dan. Heb je daar bewijs voor? Nee, natuurlijk. Maar als je hele boel wordt, als de deuren worden geforceerd en er is zelfs geen tandenborstel weg, dan is er toch iets gebeurd. Zeker onder die omstandigheden. Sindsdien hield jij er rekening mee dat de afluisterapparatuur in je woning was aangebracht? Nee, daar hou ik ook hier niet rekening mee. Daar heb ik nooit rekening mee willen houden. Dat doe ik niet. Als ze dat dan willen doen, dat noemen Gestapo-methodes van de BVD, dat doen ze. Daar gaan ze gewoon mee door. Dat hebben ze mijn hele leven gedaan. En daar ga ik me niet tegen verzetten. Is dat niet een wat overdreven term, Gestapo? Nee, dat vind ik helemaal geen. Als je ziet hoe die jongens van de RARA, Krikke en Co, gewoon in elkaar geslagen zijn, volkomen ten onrechte, dat noem ik Gestapo-methodes. Ja, ik heb het meegemaakt. Ik ben ook gearresteerd door de Gestapo in de oorlog. Dus ik weet het. Ik weet wat dat voor lui zijn. Wat gebeurde toen met je? Nou, dat is goed afgelopen. Maar in ieder geval, ik heb het actief beleefd. Was je straalverkleed toen je in de klauw van de Gestapo viel? Nee, helemaal niet. Nee, omdat je door de linies ging misschien? Ja, ik was door de linies. Maar de moment dat ik door de linies was, deed ik natuurlijk weer meteen gewoon. Hoe gauwer ik die vermomming uit kon doen, hoe liever het was. En toen werd ik natuurlijk ook onmiddellijk gepakt. Oké, terug naar Zuid-Afrika. Je komt erachter dat je huis heel verdacht is ingebroken. Er is ingebroken, er is niemand wil praten. Mijn beste vrienden, generaal Dutoy, de Villefort Dutoy en al de mensen die mij altijd met alles geholpen hadden, die namen de telefoon niet meer op, belden niet meer terug. Ik raakte echt in de problemen. En omdat ik hier in Nederland aan de voorzitter van de Raad van State had gevraagd, want ik wist dat ze bezig waren, maar ik kon het niet bewijzen. Maar ik heb dus die stukken opgevraagd en die had ik gekregen. En ik heb dus in 1991 aan Hans van den Broek als minister van Buitenlandse Zaken vanuit Zuid-Afrika geschreven, ik wil zo graag in Zuid-Afrika blijven. Ik heb nu die stukken. Kunnen we daarover praten? Kunnen mijn advocaten daar met buitenlandse zaken over praten? Een regeling, ik wil dat graag geruisloos doen, want ik wil in Zuid-Afrika blijven. Nou, dat was voor Nederland de aanleiding om te zeggen, oh, hij wil daar blijven, dan zullen we hem eruit laten flikkeren. En daar heb ik nu dan zoveel bewijzen van dat het gewoon vaststaat dat ze dat hebben gedaan vanuit Nederland. Wat was de reden dat ze je kwijt wilden? Ze wilden me helemaal niet kwijt, maar ze werden door Nederland geprest. Nee, maar waarom wil Nederland jou kwijt daar? Het ging me te goed. Het getreiter is gewoon 40 jaar doorgegaan. Dus moet je even voorstellen, op de dag dat ik in 86 naar Zuid-Afrika emigreerde, of liever gezegd naar Zuid-Afrika ging werken, verscheen op de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag generaal Dijkstra van de NAVO met twee hoge ambtenaren van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken BVD, om de Zuid-Afrikaanse ambassadeur, meneer Louder, van te overtuigen dat als ik naar Zuid-Afrika zou gaan, dit slecht zou zijn voor de Zuid-Afrikaans-Nederlandse betrekkingen. Dus ze zijn al begonnen in 86 met mij te saboteren in Zuid-Afrika. Goed. En dat staat nu zwart op wit. Nou speelt er in die zaak nog iets mee.
Klaas de Jonge. Ja, het merkwaardige was dat toen ik uit Zuid-Afrika hier in Nederland aankwam en op echt op straat stond met achterlating van alles in Zuid-Afrika, werd ik benaderd van de kant van de koninklijke marechaussee. De koninklijke marechaussee in Nederland beschermt het koningshuis. En mij werd gevraagd of ik geïnteresseerd was om te weten wat er precies met die Klaas de Jonge in Zuid-Afrika was gebeurd. Nou, dat interesseerde me wel, want er waren twee Nederlanders het land uitgeflikkerd. Klaas de Jonge en ik. Hij was op een vliegtuig gezet en ik was op een vliegtuig gezet. Hij heeft kleefmijnen uit de Sovjet-Unie binnengebracht om blanke boeren op te blazen. En ik had het tegenovergestelde gedaan. Ik had juist geprobeerd bruggen te bouwen. Waarom mij er dan ook uitgesmijten? Hè? Dus ik wou dat wel eens weten. Nou, ik heb me daarover georiënteerd. En dat was een heel smerig verhaal wat ik te horen kreeg van de koninklijke marechaussee op het hoogste gezag. Goed, wat was het verhaal? Het verhaal was het volgende. Klaas de Jonge was in het bezit van 4 paspoorten van buitenlandse zaken van Van den Broek. Het Kamerlid van de VVD, Struik van Bemmelen in Den Haag, die was voorzitter van de Commissie van Buitenlandse Zaken van de Eerste Kamer. Die heeft me daar uitvoerig over geïnformeerd, was in het bezit van die fotocopieën van die 4 paspoorten van Klaas de Jonge. En attendeerde me erop dat dus eigenlijk Klaas de Jonge een door Nederland gesponsorde terrorist was, die wapens Zuid-Afrika binnenreed in Volkswagenbusjes onder dekking van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om de terreur tegen de regering van Zuid-Afrika, die daar aan de gang was, te helpen bewapenen. Hè? Het was, dus Nederland leende zich daartoe. De Israëlische Mossad had dat veel eerder in de gaten dan de Zuid-Afrikaanse inlichtingendiensten. En die werkten zeer nauw samen. Dus ze wisten precies wanneer die binnenkwam en weer die uitging. En hebben hem gevolgd tot ze wisten al zijn contacten konden oprollen. En toen pakten ze hem zelf. Nou, toen is deze Klaas de Jonge dus uit dat, toen hij gearresteerd was, wist hij te ontvluchten de Nederlandse ambassade in. En op het moment dat hij daar zat, hebben de Zuid-Afrikanen gezegd, ja, maar dat gaat niet. Dus die hebben een paar agenten gestuurd en hebben we uit onze ambassade gehaald. Want hij moest voor de rechter verschijnen, hij moest gevangen genomen worden. Toen schreeuwde Den Haag moord en brand. En zei dat het grondgebied van Nederland was geschonden, want hij was uit de ambassade gehaald. Hij moest teruggebracht worden. Op dat kritieke moment ontdekte men in Den Haag dat Klaas de Jonge zijn Nederlanderschap verspeeld had door in vreemde overheidsdienst te treden. ANC? Nou, hij was in dienst van de regering van Zimbabwe en van Mozambique. En dat maakte hem dus geen Nederlander meer. Dus ze hoefden hem helemaal niet terug te brengen, de Zuid-Afrikanen, want hij was geen Nederlander meer. Toen hebben Lubbers en Van den Broek besloten de koningin te vragen, als de bliksem een decreet te tekenen, om die vent weer Nederlander te maken, zodat hij wel teruggebracht kon worden in de Nederlandse ambassade. Nou, dat is natuurlijk vrij pittig, dat je de majesteit vraagt om een vent die... Nou, het is duidelijk, hè, het plaatje, het is een beetje scherp. Maak je zin af dat je de majesteit vraagt? Dat je dus de koningin Beatrix ervoor op laat draaien, omdat je daar een vent hebt losgelaten op Zuid-Afrika met steun van de Nederlandse gek. Als hij daar, als meneer Klaas de Jonge niet op via Nederlandse paspoorten, maar op paspoorten van Zimbabwe of van de Sovjet-Unie of van weet ik wie, daar binnen was gekomen, maar het was onder dekking van het koninkrijk dat hij dat deed. En daarmee had Nederland zich, die altijd zo erop staat dat men tegen terrorisme is. Of dat nou tegen Zuid-Afrika is of tegen een ander land. Dus terrorisme is terrorisme. Maar schets mij het belang van de Nederlandse regering om Klaas de Jonge van 4 paspoorten te voorzien? Nou, kijk, de Nederlandse regering en de buitenlandse zaken zijn altijd zeer pro-ANC geweest. Dus ik denk dat ze dat een soort plicht beschouwden om het ANC te helpen om van de apartheid af te komen. Dat kan je als regering nou net juist niet doen. Zeker niet als lidmaat van de Verenigde Naties. Als dat alle leden van de Verenigde Naties gaan doen, dan is het echt het hek van de dam. We maken even een stapje terug. Hoe was jouw vertrek uit Zuid-Afrika? Hoe ging dat?
Nou, nogal vervelend. En ik heb daar een klein boekje over geschreven. En nou ja, ze, nou, ja, het is eigenlijk wel een leuke vraag. Ik werd uiteindelijk uit het land gezet door een directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, meneer Piet Colijn. En ik was ondergedoken. Ik was niet op het vliegtuig vertrokken waarop ik had moeten vertrekken. Ik ben naar een naburig staatje gevlogen, een van die gereden met een auto naar een van die onafhankelijke staatjes, die buiten Zuid-Afrika vallen. En zat me daar te bedenken wat mijn volgende stap zou zijn. En ik contactte van buiten Zuid-Afrika Piet Colijn. Hij zei, is er nou niets aan te doen, want ik kom in Holland op straat te staan, dat u het uitstelt en dat we er gewoon normaal nog eens over praten, want ik heb niets gedaan wat een uitzetting in Zuid-Afrika rechtvaardigt. Wat was de officiële reden die werd aangevoerd? Ze hoefden ze niet te geven en die werd ook niet gezegd. Hoeven we niet te zeggen waarom we je eruit gooien. En dat doen we dus ook niet. Nou, toen ben ik, heeft hij gezegd, kom maar, dan zullen we erover praten. En ik reed dus terug Zuid-Afrika in het ministerie van Binnenlandse Zaken in Pretoria. En daar stonden twee agenten op me te wachten en ik werd meteen gearresteerd. Gewoon verraad. Dus ik had een vrijgeleide toegezegd gekregen en dat was er niet. En ben toen diezelfde dag 's avonds op een KLM-toestel gezet. Ik mocht eerst nog naar Johannesburg gaan om één koffer te pakken. En ik moest alles achterlaten en ik ben op het vliegtuig gezet. En Klaas de Jonge, als terrorist, werd natuurlijk op Schiphol verwelkomd door 400 journalisten en cameracrews en weet ik wat. En ik had Jos Lats gebeld dat ik zou komen, dat ik eruit gezet werd. En er was niemand natuurlijk op Schiphol. Dus ik kreeg ook geen publiciteit en dat vond hij heel gemeen. Dus daarom heeft hij toen die pagina in de Volkskrant geschreven. Waarom noem jij Klaas de Jonge een terrorist? Waarom geen vrijheidsstrijder? Nou, ik vind dan had hij dus... Ik vind het binnenbrengen van wapens die uit Tsjechoslowakije en de Sovjet-Unie komen in een staat als Zuid-Afrika, waar men met man en macht aan het werk is om een vreedzame overdracht tot stand te brengen tussen zwart en blank. En het is het enige land in de wereld waar dat gelukt is. Door het geduld van de Klerk en Mandela. En daar wist ik precies van hoe dat zich aan het afspelen was. En dat was dus een doorkruising, een onnodige doorkruising van zeer communistisch georiënteerde breinen. En daar was ik dus tegen. En dat vond ik niet op zijn plaats en dat noem ik terrorisme, ja. In maart 76, het Amerikaanse weekblad Time, een oplage van 6 miljoen. Ja, ook zoiets smerigs. Beschuldigt jou ervan een KGB-agent te zijn. Hoe dat gegaan is. Wacht even, een KGB-agent te zijn. Die Juliana van de troon. Die probeert Beatrix op de troon te krijgen. Ja, nou ja. Omdat die linkser is dan Juliana, is het verhaal. Ja, moet je even nagaan wat een smerige combine. Even voor de goede orde. Wiebe van der Linden schreef het artikel namens Time. Nee. De goede orde is deze. Het artikel werd geschreven door Robert Kroon. Van de Telegraaf. Telegraaf in Genève. Ja. En met zeer onduidelijke relaties naar allerlei Amerikaanse geheime diensten. Hè? Wat had Wiebe van der Linden mee te maken? Hè? Die had er eigenlijk niks mee te maken, maar die was correspondent van Time Magazine in Nederland. Ja. Dus routinair liet Kroon van der Linden dit artikel lezen. Waarop van der Linden, Wiebe van der Linden tegen zijn voorhoofd tikte en zei, jongen, dit kan je niet publiceren. Dit is de grootste onzin die ik ooit gelezen heb. Ja. En het was zelfs zo dat Wiebe van der Linden mij opbelde de ochtend voor het werd gepubliceerd en zei, er komt een absoluut krankzinnig stuk in Time en de Telegraaf. Denk eraan, daar heb ik niets mee te maken. Want het is door Robert Kroon geschreven en ik sta er niet achter. En ik heb er tegen geadviseerd in New York dat het uitgegeven werd. Want ik was op dat moment met meneer Leeman van de Tros en Wiebe van der Linden in onderhandeling om mee te werken
het wordt wel, we kunnen zo niet willen. Ga maar door. Om mee te werken aan het programma, het actualiteitsprogramma van Wiebe van der Linden. Dus ik was net in onderhandelingen toen dit gebeurde, want Kroon wou mij daar ook niet in hebben. Dus het was mooi, een mes met twee kanten. Nou, ik heb dat voor de rechter hier gebracht. Meneer Fokker, de rechter van de Amsterdamse rechtbank. Maar Van der Linden durft niet voor jou te getuigen, hè? Nee, hij heeft in de rechtszaal het tegendeel gesproken, want hij was een baantje bij Tuimhout. Die moet je eens vragen wat nou echt de waarheid is. Wat zei hij in de rechtbank? Nou, dat hij zich niet herinnerde dat hij mij gebeld had. Het is precies hetzelfde van alle mensen van mij. En hij had gewoon opdracht van Tuim om te liegen. Jij komt met een advocaat. We kunnen zo niet, hè? Jawel. Kijk, dus zo'n stuk verschijnt in de gemene streek die in Nederland altijd wordt uitgehaald is... Als ze Greet Hofmans niet zelf in de krant durven te zetten, dan doen ze het even in de Spiegel en dan durven ze. Dus de foto van John de Roy van Beatrix en Klaus in de Bosjes, eerst in de Engelse roddelpers en dan neemt de Nederlandse pers het over. Dus in mijn geval van dat Beatrix en Klaus links zou zijn en Klaus was een rode veldwebel en de vrienden van Bernard lachten om hem, et cetera, dat smerig stuk tegen Beatrix en Klaus, waar ik ook even mee werd meegenomen. Dat wordt dan eerst in Time magazine gezet en dan komt het op de voorpagina van de Telegraaf en dan zeggen ze in Time staat. Maar het zet er niet bij dat het een medewerker van de Telegraaf is. En dan, ik heb dus een correctie geëist onmiddellijk en dat hebben ze de volgende dag gedaan in de Telegraaf. Een rectificatie. Heeft een rectificatie opgenomen, heel klein ergens op 12 de pagina. Hè? Maar terwijl je op de voorpagina te schande wordt gemaakt. Maar wat nou de clue is van zo'n publicatie, wie zit erachter? Om dus in dit geval de koningin en Klaus zwart te maken en meteen even de journalisten Klinkenberg en Oldman. Jij vraagt je dat af van persona non grata, geef zelf maar het antwoord. Wie zit erachter? Nou, dat is dus de beruchte rode knop waar professor J.A. van Hamel al in 1961 tegen Klinkenberg en mij zijn beklag over deed in verband met de Greet Hofmans affaire. Hij was de juridische adviseur van de koningin. Juliana, hij woonde in Baarn, ik was bij hem thuis, we hebben daar uren over zitten praten en zijn conclusie was tegen collega Klinkenberg en mij, wie de rode knop in Den Haag kan ontmaskeren, bewijst het vaderland een grote dienst. Dus met andere woorden, er is een government within a government, er is dus een, zoals je hebt gezien in Dallas met Kennedy en met de Watergate en met Reagan waar opgeschoten wordt en enfin, al die affaires, hè? Die niemand ooit kan oplossen. En waarbij mensen worden gewoon neergeknald. Robert Kennedy, Martin Luther King, noem alles maar op. Dat is die rode knop die eigenlijk in Amerika zetelt. En die zijn clones heeft, zal ik maar zeggen, in de NAVO-landen. Maar waarom ben jij zo belangrijk voor de Amerikaanse regering of de Nederlandse, dat zo'n actie tegen jou op tafel wordt gezet? Ja, dat moet je hun vragen. Wat denk je? Nou, mijn contacten waren dodelijk. Want? Nou, ik had rechtstreeks contacten en in Washington. In Washington kende ik iedereen. Ik bedoel, ik ging met Nixon op reis. Richard V. Allen, Walt Rostov, Paul Nietzsche, alle wapenonderhandelaars. Walt Rostov van het Witte Huis, Eugene Rostov, de wapenonderhandelaar. Ik kende ze allemaal. Ik ging allemaal met ze lunchen in Yale University en overal. En hetzelfde in het Kremlin. Ik bedoel, tenslotte zat ik aan de top van het Kremlin. Maar nou even, als we op jouw redenatie doorgaan. Dan komt er dus een bericht in Den Haag. De rode knop moet nu tegen Oldmans in werking worden gesteld. Nee, zo moet je... Ja, nou, nee, kijk. De geheime diensten, die werken buiten iedereen en alles om. Als dus Lubbers wordt voorgedragen voor een functie bij de NAVO. Waarom heeft Lubbers die niet gekregen? Dan is de rode knop in Washington ingedrukt. Die man heeft veel te goede contacten in Moskou, die willen we daar niet hebben. We hebben liever een idioot uit Spanje die van niks weet, van toet en die naar onze pijpen danst. Zo gaat het. Lubbers wist veel te veel. Hij was veel te goed ingelicht om zich een oor te laten aannaaien door Washington. Maar nu even terug naar jou. Toen Reagan Suriname wou binnenvallen. Toen heeft verdomme, is Lubbers naar Washington gevlogen en heeft het weten te stoppen. Even terug. Wat is het belang van die rode knop in Den Haag om in de krant te krijgen dat Klaus en Beatrix links zijn? Oh. Omdat ze dat ook dachten en omdat Beatrix en Klaus, dat hebben we geloof ik eerder al gehad, een lange reis door de Sovjet-Unie hebben gemaakt. Mm-hmm.
En met hele andere gedachten terugkwamen uit de Sovjet-Unie, net als ik en de mensen van de Club van Rome en zoveel andere mensen. En gewoon een andere invalshoek gebruikt op de Sovjet-Unie die niet a priori tegen was. En iedereen die niet a priori tegen was, was dus voor. Ja, in de naïeve veronderstelling van deze rode knop. Maar in persona non grata suggereer je ook dat deze hele kwestie van doen heeft met de Lockheed-affaire. Daar ga je overigens verder niet op in. Nee, de Lockheed-affaire is de wraak van de rode knop op de stunt van, prins Bernhard op het Witte Huis om Lunsendas om te doen. Maar dan praten we dus over een incident dat ik ben in 62. Ja, maar ze gaan hun even. Luister, dus ik werd in 76 te schande gemaakt en mijn Nieuw-Guinea-affaire gaat terug naar 56. Mm-hmm. Dat is 20 jaar tussen. Dat gaat eeuwig door. Dus er zit een soort olifantsgeheugen wat de hand aan een rode knop heeft om en Bernhard... zorgt dat die mensen niet aan de bak komen meer. Bernhard was een CIA-man. Hij was generaal Bernard Smith en al die mensen. Hij heeft mij een CIA-agent op mijn dak gestuurd, meneer Werner Frips. Het klinkt een beetje naar, maar die dus om het leven gebracht is, want die mij steeds naar het leven stond. Ja. En dat mij gewoon rechtstreeks, vraag het maar aan zijn weduwe, die woont in Utrecht. Die bedreigde mij rechtstreeks. Ik ga je vermoorden.